Goedenavond iedereen. Welkom bij de online M-talk in het kader van Denkvoer. Ik ben Kogo Weijer, collectieregistrator in M, jullie host vanavond. Ik wil jullie graag welkom heten op onze Denkvoerlezing op donderdagavond. Een reeks waarin we graag een bijzonder kunstwerk, een kunstenaar of een bijzonder restauratieproject in de kijker zetten. Onder normale omstandigheden zouden we jullie met open armen in M zelf hebben ontvangen. Maar vanavond komen we met evenveel plezier tot bij jullie in de huiskamer. Ja, of op het terras, of waar jullie zich ook comfortabel hebben geïnstalleerd om deze lezing te volgen. Wat wij vanavond op het programma hebben, is gelinkt aan de Sint-Pieterskerk in Leuven, waar begin maart 2020, ja, vlak voor wij allemaal werden geconfronteerd met bubbels, maskers, thuiswerk en dergelijke, het einde van een bijna 35 jaar durende restauratiecampagne werd gevierd met de opening van een nieuw museaal parcours. In de laatste fase van die restauratiecampagne werden een aantal belangrijke monumenten en kunstwerken in de kerk ook nog behandeld, waaronder het praalgraf van hertog Hendrik I van Brabant, waar het vanavond over zal gaan. Waarom brengen wij dat voor jullie vanavond? Wel omdat M. Leuven, het museum, zich mee inzet voor het behoud en beheer van het kunstpatrimonium in de kerk. En voor dit specifieke project konden wij daarvoor rekenen op de gulle steun van het fonds Baye Latour. En we vonden het hoog tijd om het boeiende verhaal van dit restauratieproject met jullie te kunnen delen. Jullie hebben al gemerkt dat jullie camera's en microfoons uitstaan. Dat blijft zo gedurende de hele lezing. Maar er is een live Q&A-chat waarin jullie gedurende heel het parcours van de lezing vragen die jullie willen stellen aan Linda, onze spreker, kunnen doorsturen. En na afloop van haar presentatie zal Linda daar graag op antwoorden. Dus ik wil jullie graag voorstellen aan onze spreker van de avond, Linda Temmink, die is partner Stone Conservation bij IPARC. IPARC staat voor International Platform for Art Research and Conservation, een omschrijving die duidelijk voor zich spreekt, namelijk een atelier gespecialiseerd in conservatie, restauratie en onderzoek, ten dienste van verzamelaars, musea, kerkfabrieken, andere kunstliefhebbers en in heel diverse disciplines, zoals schilderkunst doorheen de eeuwen, steen, hout, metaal en andere. Linda zelf behaalde haar masterdiploma in de restauratie en conservatie aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen, waar ze zich trouwens ook de finesses van steenkappen en beeldhouwen heeft eigen gemaakt. Linda heeft intussen doorheen heel het land al heel wat stenen beelden, monumenten, architectuuronderdelen in private en publieke collecties verzorgd, geconserveerd en op haar actief staan, zeg maar. Ze werkt in het verleden trouwens ook in het prestigieuze Victoria and Albert Museum in Londen, onder andere. En behalve het praalgraf van Hendrik I, waar ze dadelijk over zal spreken, behandelde Linda in de Sint-Pieterskerk hier in Leuven onder andere ook een aantal altaren, epitafen en de 8 meter hoge torenmaquette die jullie meteen zien staan als je de kerk binnenkomt. Linda, we zitten allemaal klaar om jouw verhaal te horen, dus ik geef jou bij deze graag het woord. Dankjewel, Ko. Merci voor de mooie introductie. Dus we gaan spreken over Hendrik, Moving Henry. Wie is Hendrik eigenlijk? Dus Hendrik I, ook wel Hendrik de Krijgshaftige genoemd, was graaf van Leuven in de periode dat Leuven nog een van de belangrijkste steden was. En dat hij de Krijgshaftige wordt genoemd, ik denk dat duidelijk is waarom. Maar we gaan hier niet praten over wat hij allemaal op zijn kerfstok had. Ons verhaal begint bij zijn dood in 1235. Dus onderweg naar Keulen valt Hendrik dood van zijn paard en zijn restanten worden naar Leuven overgebracht. Er wordt een praalgraf voor hem gemaakt, dat zie je hier op de foto. En hij wordt begraven in de dan Romaanse kerk. Dit praalgraf is trouwens een van het oudste van zijn soort wat nog intact is. Hendrik I, zijn beeldenis, wordt in hoogrelief gehouden in zwarte Doornikse steen. En een dergelijke afbeelding noemen we een gisant. Dat woord zal nog een aantal keer terugkomen vanavond. Hij wordt afgebeeld als een glimlachende jonge man. En naast zijn hoofd zien we de aartsengelen Raphaël en Michaël met het wierooksvat. Nu, Hendrik die reisde graag. En bij leven, maar ook na zijn dood, verandert hij graag af en toe van locatie.
Dus het praalgraf bevindt zich aanvankelijk in de Romaanse kerk. En deze kerk wordt in de 15e eeuw vervangen door de nu gotische kerk. Het graf van Hendrik krijgt op dat moment een ereplaats voor het hoogaltaar. Maar in de 18e eeuw wordt het graf vernield tijdens de Franse bezetting en worden de restanten begraven onder de toren. In 1835 wordt het grafmonument gerestaureerd en geplaatst in de kapel van Sint-Jan van Lateranen. Dat is de eerste zijkapel aan de rechterzijde van het koor. Op dit moment wordt ook de huidige onderbouw ontworpen en gemaakt. Je ziet dat hier op de foto rechts. Deze vrij strakke design, dat past natuurlijk niet zo goed bij een 13e eeuws praalgraf. Nog een kleine toelichting bij deze dia is dat recht tegenover hem het graf van zijn eerste echtgenote, of het praalgraf van zijn eerste echtgenote, Mathilda van Boulogne en zijn dochter Maria van Brabant ligt. Op de foto of op de tekening zie je ook een blauw blokje. En dat is waar het graf van Hendrik stond voordat we het gingen verplaatsen. En je ziet ook de route die Hendrik aflegde naar zijn huidige plek. In 1929 wordt het gebeente van Hendrik opgegraven en in 97 of 98 pas wordt het praalgraf verplaatst naar het hoogaltaar. En vervolgens, volgens de overlevering, worden op dat moment zijn gebeente in de sarcofaag onder de gezand gelegd. En dit mag u onthouden, want hier gaan we straks op terugkomen. Maar we zijn hier niet om te praten over hoe vaak en waarom Hendrik verhuisde, maar over hoe we zo'n verhuis aanpakken en wat we allemaal ontdekten tijdens die verhuis. En dan volgt er nog een stukje over de restauratie van het praalgraf. Voordat we beginnen met het verhuizen van een monument, gaan we altijd in kaart brengen uit hoeveel onderdelen zo'n monument is opgebouwd en welke schade dat er aanwezig is en welke fragiele delen. En dat doen we met een zeer professionele tekening, zoals u hier op de foto kunt zien. Voilà, uit hoeveel delen bestaat het graf? Dat hebben we allemaal geteld. Dus helemaal rechts ziet u dat we elke laag een eigen nummer hebben gegeven. En elk onderdeel heeft, of een, elke laag heeft zijn eigen letter en elk onderdeel heeft zijn eigen nummer. En dan zie je ook een hoop rode lijntjes. Ik ga dat even proberen aanduiden. Voilà. Dus hier rechts naast Hendrik zijn hoofd zie je een hoop rode grillige lijntjes. Maar we zien ook wat rechtere lijnen lopen. Die rechte lijnen, dat zijn allemaal inzetstukken en dat noemen we harde restauraties. Dat zijn delen die vervangen zijn in steen en gekapt om een lacune op te vullen. Als we dat doen met mortel of een mastiek, dan noemen we dat een zachte restauratie. Dus hier zie je een heel aantal harde restauraties, maar de gezant zelf is nog vrijwel volledig intact. Hier is een klein stukje van zijn kleed wat ook herkapt is. Als je volgende keer gaat kijken in Leuven naar het graf, dan kun je dat duidelijk herkennen. Nu, hier rechts naast zijn hoofd zien we dus nogal veel grillige lijntjes. Dit zijn allemaal oude verlijmingen van wel originele stukken. En dat had ook wat beweging op en we vonden dat niet stabiel genoeg om te laten zitten voor de verplaatsing. Zo meteen kom ik daar nog op terug. Hetzelfde is aan de hand hier rechts van onder. Dus we beslissen op dat moment om voor de verplaatsing die instabiele delen te verwijderen. En hier zie je hoe dat we de stukken één voor één verwijderen. Dus we kappen per stukje, We voegen per stukje zachte houten spietjes in, waarop we zachtjes kloppen. Hè. Dat is niet met grof geweld, zodat de stukken langzaam loskomen. Want er zit ook oude doken in. Dat is niet zo heel goed herkenbaar, maar dit is bijvoorbeeld een oude pen en hier zit ook een oude pen. Dus we moeten zorgen dat we ons stuk niet beschadigen terwijl dat we het verwijderen. Wat je op het oppervlak hier ziet, zijn oude lijnresten. Hier rechts zie je dat ook heel goed. Zo'n bruine korstachtige laag. Dat zou heel goed kunnen zijn dat dat een soort van contactlijm is, zoals Fatex bijvoorbeeld. Nu, op de rechterfoto kun je heel goed zien dat de gezant over de sarcofaag steekt.
En dus de reden waarom dat we die instabiele delen hier verwijderen, is omdat we een hijsband willen aanbrengen onder de gezant om te kunnen heffen. En we hebben op dit moment enkel het smalle stukje waarin dat de zuiltjes zich bevinden om dat te doen. Dat is niet zoveel plaats. Dus daarom moeten we zorgen dat we geen krachten uit gaan oefenen op onstabiele delen. Dat is zowel om het graf, hè, om het kunstwerk te beschermen, maar ook om onszelf te beschermen tijdens de verplaatsing. Want we willen niet dat er opeens iets loskomt, terwijl dat je zo'n zwaar stuk aan het hijsen bent. Dat kan zware gevolgen hebben. Dus om te weten, ik had het eerder moeten zeggen. Dus om te weten wat er in het praalgraf of in de sarcofaag aanwezig was, hebben we een zuiltje verwijderd. Om te zien hoe dat de kern in elkaar zat. Want we dachten misschien is het wel helemaal vol met bakstenen of zijn er instabiele zaken aan de hand. Dus om dat te doen, heeft mijn collega Ineke een zuiltje verwijderd om in het graf te kijken. En op dat moment krijg ik een telefoontje, want ik was er zelf niet bij. Dus ze belt mij en zegt, Linda, ik heb iets gevonden. Ik heb iets gevonden in het graf. En dat was super spannend natuurlijk. Dus we gaan kijken met een kleine camera, een endoscoop, gaan we in het graf om te zien wat dat er eigenlijk zit. En we ontdekken een klein metalen kistje. En ook twee glazen buizen. En met de camera kunnen we zien dat het kistje ongeveer 50 centimeter lang is en wat graveringen op de bovenkant heeft, alhoewel dat er wel heel veel puin op lag, dus moeilijk om te zien. En dat die glazen buizen een papieren rol bevatten met tekst op. Dus we weten we weten hoe het graf is opgebouwd. We weten ook wat er in de sarcofaag zit, maar op dit moment kunnen we daar niet meer mee doen. Dus op dat moment gaan we zorgen dat we de gezant kunnen verwijderen van de sarcofaag. Dus we beginnen met heel voorzichtig een klein beetje te hijsen. We doen dit niet zomaar in één keer, want we weten nog altijd niet of dat er misschien nog verbindingen aanwezig zijn tussen de gezant en de sarcofaag. En stel dat we gewoon zouden beginnen hijsen, dan zouden we alles uit elkaar trekken. Dus heel voorzichtig gaan we een beetje omhoog. We steken spietjes in de voegnaad. En zo gaan we steeds stukje voor stukje omhoog. Ook omdat we moeten hijsen aan de uiteindes van de gezant, brengen we liever de gezant voorzichtig wat omhoog, waarbij dat we hem ondersteunen, zodat we daarna de hijsbanden dichter naar elkaar kunnen brengen. Zodat het gewicht wat beter verdeeld is en we niet aan twee uiteindes hijsen, waarbij dat misschien dit wel gebeurt. Langzaam gaan we verder omhoog en brengen we grotere blokken in. Hier hebben we dan een soort van brancard gemaakt van hout. Dus onder Hendrik hebben we deze brancard aangebracht, zodat we kunnen tillen aan het hout in plaats van rechtstreeks aan de steen. Natuurlijk konden we het hout op dit moment niet even breed maken als de gezant zelf, omdat we moeten steunen op de sarcofaag zelf. En dan hebben we lift-off. Dit is het eerste moment dat we in het graf kunnen kijken. Echt in het graf kunnen kijken. Hier ligt Hendrik op de grond. En kunnen wij in het graf kijken. Wat vonden we allemaal in de sarcofaag? Een leeg pakje sigaretten. Een leeg blikje Coca-Cola Light. En een lijm. Zeer romantische vondsten in een 13e eeuwse praalgraf. Nu, over die lijm wil ik kort iets zeggen. Want dus dit is een lijm van 1998, of die gebruikt werd in 1998. En die werd toegepast om, ik ga even een dia terug, sorry, die werd toegepast om die kleine stukken hier vast te lijmen. Nu, die lijm heeft volledig gefaald. Dus in 2019, op het moment dat we de demontage gaan doen, is die lijm helemaal bros, heeft compleet geen hechting meer. En dit is iets wat we in de restauratie uiteraard niet wensen. Natuurlijk, in dit geval was het voor ons gemakkelijk, want daardoor konden we heel gemakkelijk demonteren. Maar eigenlijk willen we een lijm gebruiken die zijn kleefkracht behoudt, die zijn elasticiteit behoudt en die ook reversibel is.
Dus onze lijmen zijn daardoor redelijk complex, maar wel veel hoogwaardiger dan deze lijm. Want stel dat deze lijm gebruikt was om een structurele verlijming uit te voeren, dan had die echt gefaald en dan was er waarschijnlijk wel iets fout gegaan. De mensen die de podcast hebben beluisterd, die weten dat er op dat moment ook iets gebeurt met het hoofd van Hendrik. Dus ik vind het belangrijk om hier even bij stil te staan, omdat we in de restauratie vaak niet vertellen over dingen die fout gaan, maar we hebben er bewust voor gekozen om dit wel te delen, omdat dit momenten zijn in het leven van een monument, waarbij dat het monument risico op schade loopt. Dus op het moment dat je een object gaat verplaatsen, welk object dan ook, is er een risico op schade. Nu, een steenobject is natuurlijk breekbaar, en zeker als je met grote gewichten werkt. En voordat we een object gaan verplaatsen, doen we altijd een risicoanalyse. Dus deel van de risicoanalyse was het verwijderen van die instabiele delen, hè, zoals ik heb uitgelegd, op die hoeken, zodat die niet zouden kunnen afbreken. Ter hoogte van het hoofd van Hendrik hebben we bewust de beslissing genomen om dat te laten zitten, omdat het een mooie verlijming was, die mooi was afgewerkt, goed op zijn plek zat en stabiel leek. Nu, we moeten natuurlijk altijd rekening houden met onvoorziene zaken. En we gingen ervan uit, aangezien dat de verlijmingen aan de zijkant gebeurd waren met lijm en doken, dat het hoofd van Hendrik ook op die manier was verlijmd. Maar het hoofd van Hendrik, hier op de rechtertekening zie je dat we dit wel als twee deelstukken hebben opgenomen, dus het hoofd en het krulletje. En eigenlijk was dit een hele mooie restauratie, heel elegant. Dus het hoofd van Hendrik, omdat het geen structurele verbinding was, hebben ze dit gewoon met een dot gips vastgezet. Waardoor dat het super reversibel was, maar dus ook loskwam toen wij begonnen te hijsen en de hijsband een beetje tegen Hendrik zijn hoofd duwde. Dus de beslissing om, wat ik nog wil meegeven, is dat de beslissing om een kunstwerk te verhuizen moet altijd heel bewust worden genomen. Hè. We moeten niet zomaar zeggen van, we gaan dat even doen. Er gaan echt wel denkprocessen aan vooraf. En hier is het gelukkig heel goed gegaan, want we hebben geen materiaal verloren. Maar ja, op het moment dat we zo'n zware verplaatsingen doen, loop je natuurlijk wel kans op kleine ongelukjes. Maar goed, terug naar het mysterieuze kistje. Dus hier hebben we de eerste blik in de sarcofaag met hele mooie snelbouwstenen. En voilà, het kistje met puin en de twee glazen buizen. Dus de eerste glazen buis, het eerste proces verbaal wat in de glazen buis zit, dateert van 21 maart 1930. En hierin staat dat de beenderen van Hendrik I, Godfried II en Godfried III, graven van Brabant, opgegraven werden in de Sint-Pieterskerk en geïdentificeerd werden. De tweede tekst in het andere buisje, dat is wat Ineke hier vast heeft, verwijst naar het overbrengen van de beenderen van Hendrik II naar de Sint-Pieterskerk in Leuven. En ter info, Godfried II en III zijn respectievelijk de grootvader en vader van Hendrik I en Hendrik II was zijn zoon. Nu, het kistje. Op dit kistje staat dat dit de beenderen zijn van Hendrik II. En nu is iedereen in de war, want als dit Hendrik II is, waar is Hendrik I dan? Nu wist Guy Michiels, de koster van de kerk, te vertellen dat een bouwvakker tijdens de vorige renovatiefase in de jaren 90 drie metalen kistjes in de crypte achter een muurtje had gemetseld. Jammer genoeg was deze man niet bereikbaar voor commentaar, want hij was op vakantie in Spanje. Dus wij haalden onze endoscoop weer boven en we gingen eens kijken achter dat muurtje in de crypte. En inderdaad, drie grote metalen kisten. Hier is Guy Michiels, die ons op dat moment inlicht over de mondelinge overlevering van de informatie van de kisten. En hier zijn we in de crypte, het muurtje aan het afbreken. En zie hier drie metalen kisten. Jammer genoeg was er niet genoeg plaats in die ruimte om de kisten echt mooi daarin op te bergen. Dus we hebben eentje wel een beetje dubbel geplooid.
Dus hier zijn we de kist aan het inspecteren. Vooraan op het altaar, op de tafel, zie je de geplooide kist. Jammer genoeg. En via gaten in de andere kisten konden we met een endoscoop naar binnen en konden we inderdaad zien dat er botten in zaten. Zoals je ziet zijn er zeer veel mensen geïnteresseerd in dit soort vondsten. Hè? Op dat moment beslissen we om ook röntgenopnames te maken van de kisten. Dus hier zie je mijn collega David met ons röntgenapparaat. En hier zie je al op de foto duidelijk de vorm van een bot. Hè? Dus allemaal heel spannend. En voilà, ontmoet Hendrik 1. Op deze röntgenopname zie je ook een beetje de letters die bovenop de deksel zijn gegraveerd. En het is heel boeiend, hè, deze vondsten. Maar eigenlijk waren we wel bezig over de verplaatsing van het graf. Dus we gaan terug naar mijn stenen. Voilà. Dus we hebben de gizant en de andere stenen over de trappen in het koor verplaatst naar de kooromgang. Voor zware stukken maken we daarvoor gebruik van een portaalkraan, zoals je hier op de foto ziet. Want wie niet sterk is, moet slim zijn. Hè? En dat is ook veel veiliger. Dan hebben we de onderbouw afgebroken. Hier zie je nog eens de opbouw. Ineke en Emilie die zijn hier die oude lijmresten van de steen aan het kappen, oude mortelresten aan het verwijderen. En vervolgens slaan we alle stenen op en nemen we er een paar mee naar ons atelier. En in ons atelier gaan we reinigingstesten doen. Dus hier zie je hoe we starten met een aantal eenvoudige testen. Eerst gebruiken we een gewone natte reiniging om te kijken wat dat geeft op de steen. Niet zoveel in dit geval. Vervolgens gaan we naar compressreinigingen met bijvoorbeeld gels of papierpulp. Hier zie je twee gelreinigingen en hier een reiniging met papierpulp. En als we zowat hebben bepaald welke kant dat we op willen gaan, gaan we verder testen om te zien welke verhoudingen van solventen het beste resultaat geeft. Nu vraag je je misschien af, waarom reinigen eigenlijk? Want het zag er toch goed uit. Dus we gaan eens even terugkijken naar die sarcofaag. Dus zoals ik al zei, Hendrik is gekapt in doornikse steen en Hendrik ziet er goed uit. Maar die zwarte marmer van de sarcofaag en van de onderbouw bedoel ik, zoals je hier ziet, dat is niet echt zwart. Hè? Dat is grijs, bruin, vlekkerig, niet zo mooi. Dus we willen kijken hoe dat we dat kunnen verbeteren. En hier zie je dat er heel veel oude waslagen op de steen zitten. En hier zie je zo wat druipsporen ook. Dus vermoedelijk, we vermoeden dat de zwarte marmer werd behandeld vroeger met oliën. Want zwarte marmer vergrijst en dat is een natuurlijk fenomeen. En om die kleur te verdiepen, als je een olie op steen brengt, dan weet je, dat wordt donkerder van kleur. Maar die oliën die crosslinken, die vergelen ook en die sluiten het oppervlak af. Dus onder dat oppervlak gaat dat vergrijzen van die steen gewoon door. Dus je kunt wel olie blijven aanbrengen of was blijven aanbrengen, maar eigenlijk kom je niet meer tot het oppervlak van die steen. En dan kun je twee dingen doen om terug die zwarte kleur te krijgen. Je kunt een zwarte marmer, een zwarte was aanbrengen bovenop de oliën en de bovenop de oliën en de wassen, maar dan je drinkt niet echt in het oppervlak van de steen en dan krijg je zo wat streepjes op de steen. En je brengt weer een laag bovenop al die lagen die er al zitten. Dus we verkiezen ervoor om zo goed mogelijk te proberen die oude behandelingen uit de steen te trekken. En dat doen we dus met een compressreiniging. Cody zei al dat we een tijd geleden ook altaren in het schip hebben behandeld. En het eerste altaar wat we daar zijn beginnen reinigen was het Carolus Borromeus altaar. En die zag ook echt heel, heel grijs. En we hebben daar heel veel testen op gedaan. We hebben daar lang over gedaan om de juiste methode te vinden. En uiteindelijk hebben we een gel ontwikkeld die die oude olie wel een beetje kan oplossen. Niet 100%,
maar wel wat. En op die manier trekken we dat uit de steen. En als je dan een zwarte was aanbrengt, krijg je een heel mooi egaal effect. Dat ga je straks nog wel zien. Hier zijn we aan het reinigen. Dus linksboven zie je dat we de gel aan het aanbrengen zijn. En we hebben de gel twee keer aangebracht om een egaal resultaat te krijgen. Wat heel interessant is aan deze foto, vind ik ook, is dat je hier die zwarte stukjes ziet. En dat zijn dus de plekken waar de zuiltjes stonden. Dus dat zijn plaatsen die geen UV-licht hebben gezien en die ook weinig of geen behandeling hebben gehad met olie of wassen. Dus hier zie je zo het effect van UV in combinatie met foute producten, wat voor een effect dat kan hebben op steen. Hè? Ik denk dat veel mensen zich daar niet van bewust zijn. Dat is super interessant. Bon, we zijn klaar met reinigen, dus nu gaan we installeren. We beginnen uiteraard met de basis. We bepalen de positie van het graf in de kapel en we beginnen de stenen te installeren, waarbij dat we onmiddellijk heel goed opletten dat alles perfect waterpas ligt. Hier de installatie van de zuiltjes. Dan komen de lange wanden van de sarcofaag. De kleine wandjes van de sarcofaag en dan bevestigen we alles aan elkaar. Deze krammen die hebben we hergebruikt. Deze trouwens ook. Want die paste. Dus als je het terug goed in elkaar zet, dan past alles nog. Dan gaan we de gezand plaatsen. En zoals je ziet, doen we dat nu met een hefdruk. En de reden daarvoor is dat de ruimte in de kapel te klein is om de portaalkraan nog uit de kapel te krijgen nadat Hendrik is geplaatst. En omdat we nu wel dachten dat mensen het niet zo tof zouden vinden als er nog een stuk portaalkraan hier achter Hendrik zou staan, hebben we dat maar niet gedaan. En voilà, hier ligt de gezant terug bovenop de sarcofaag. Checken of dat hij recht ligt. En hij ligt heel goed recht. En dan gaan we de was aanbrengen. En dus hier zie je hoe dat we een gekleurde zwarte was aanbrengen. We doen dat met warmte, waarbij dat we hem ook heel snel weer afnemen. Dus we leggen een hele dunne laag maar. En je ziet dat we nog altijd zo wat vlekvorming hebben in de steen. Dat stoort niet, dat geeft een beetje leven, want anders zou je een hele egale zwarte oppervlak krijgen, wat eigenlijk niet zo mooi is. En dan gaan we Hendrik restaureren. Dus hier, ik zei al eerder dat we hier een oude lijmresten hadden. Die halen we weg met compressen met papierpulp en solvent. Zodat we daarna onze verlijmingen kunnen uitvoeren van de losse onderdelen. Dus we plaatsen het hoofd van Hendrik terug opnieuw met een doodje gips, want dat is elegant. Deze stukken zijn wel verlijmd met de grote stukken toch, met epoxy en doken, want dat is een structurele verlijming. En dan vullen we de voegen op met een kalkmortel die we vervolgens retoucheren. Wat ik ook nog wil zeggen is dat hier zie je zo een naadje. Dat is zo een van die deelstukken hier, van die harde restauraties bedoel ik, die in 1835 zijn uitgevoerd. En dit is er ook eentje. Deze hebben we niet opgevuld om ze te laten zien, zodat je het verschil kunt zien tussen origineel en een latere toevoeging. En hier hebben we het eindresultaat. Voilà. Nu denk ik dat mensen zich misschien wel afvragen waar dat de beenderen van Hendrik zijn gebleven. Dus de beenderen van Hendrik zijn niet teruggeplaatst in het graf, maar die zijn in een speciale kast ontworpen voor Hendrik, voor God, de Godfrieds en de Hendriks, opgenomen in de crypte onder het koor. Zodat die beschikbaar blijven voor eventueel verder onderzoek. Wij waren wel heel enthousiast over eventueel DNA-onderzoek, maar daar is op dit moment niets meer over. Daar zijn ze nog over aan het nadenken. Dus ik wil graag bedanken de volgende mensen voor ook alle fotomateriaal trouwens. En dan komen we nu bij de vragen uit. Dus ik denk dat Ko terug mag overnemen. Dank je Linda om ons over jouw schouder te laten meekijken als het ware.
Er zijn inderdaad een paar vragen binnengelopen en ik wil iedereen nog eens enthousiasmeren. Mensen die nu nog met meer vragen zitten naar jouw verhaal of over bepaalde elementen nog iets willen weten, stuur ze gerust binnen via de chat, daar dient die voor. En dan kunnen we ze voorleggen aan Linda. Om te beginnen, een vraagje dat verder gaat over wat je net op het einde niet nog meer hebt uitgelegd in verband met de gels en de papierpulp die jullie gebruiken. Is het zo, dat zijn eigenlijk de dragers, als ik de vraag hier goed interpreteer, de dragers die je gebruikt om die reinigingsproducten zoals die solventen aan te brengen en te zorgen dat eigenlijk alle producten voldoende lang kunnen inwerken. Klopt. Ja, oké. Okay. Ja, dat was de vraag of je daar iets meer over kon zeggen. Van waarom leg je daar hoeveel papierpulp bovenop? Sorry, ik kan wel nog een beetje toelichten hoor. Bijvoorbeeld als we, ik ga een eenvoudig voorbeeld nemen. Het verwijderen van die contactlijm, van die Patex-lijm. Je kunt dat ook doen door die gewoon te bevochtigen met een solvent. Maar omdat die al zo oud is, is die vrij hard en duurt het redelijk lang voordat die begint te verweken. En wat we eigenlijk willen voorkomen, is dat we de lijm helemaal oplossen, want dan gaat die in het oppervlak. Dus we brengen een compress aan met een geschikt solvent, waardoor dat de lijm verweekt en dan wordt dat eigenlijk een beetje gelei-achtig. En dan kunnen we dat er heel gemakkelijk afrollen. En dus door dat met papierpulp te doen, krijgt je solvent inderdaad langer de tijd om te blijven inwerken. Je kunt dat ook doen met watten bijvoorbeeld. Allee, dat moet geen papierpulp zijn in dit geval. Soms heeft papierpulp wel nog een andere functie. De vezeltjes van de papierpulp die zijn hol en die hebben een zuigende kracht. Dus we gebruiken dat ook wel als we dingen uit het oppervlak willen trekken. Dat had ook gekund misschien met die oliën. Het moeilijke met papierpulp is dan dat je al die kleine bolletjes hebt en dan krijg je snel een aftekening van die bolletjes in je oppervlak. En anders moet je je compress de hele tijd in beweging houden. Dus dat is nog wel arbeidsintensiever. Maar dat is ook een mogelijkheid. Ja, dank je. Ik ga misschien van mijn privilege als host gebruik maken om zelf iets te vragen dat daarbij aansluit dat ik me afvroeg. Omdat we in het museum soms ook zo'n voorbeelden tegenkomen. Waarom gebruikte men zoveel decennia geleden eigenlijk zo lijmen zoals die Patex of degene waarvan je de verpakking in het praalgraf vond, waarvan dat we nu merken dat die niet altijd de beste keuze misschien waren? Ja, ik denk de restauratie heeft de afgelopen decennia een grote verandering doorgemaakt, waarbij dat we veel specialistischer zijn gaan kijken en veel meer onderzoek doen naar de levensduur van bepaalde behandelingen en bepaalde lijmen. Dus daar is actief onderzoek naar van hoe veroudert een lijm. We doen verouderingstesten daarop, terwijl dat dit soort verplaatsingen vroeger eerder gedaan werden door bouwvakkers. Ja. Ofwel restauratoren zonder wetenschappelijke achtergrond. En ja, dan gebruik je een lijm, een nieuwe lijm die op de markt komt. Want dat is het nieuwste en dat is het beste. Dus ja, we komen dat heel veel tegen. Zo is er bijvoorbeeld ook heel veel cement gebruikt in het verleden. Waar we nu gigantische problemen mee hebben in kunstwerken. Omdat die zouten in zich dragen. En die zouten die zijn in die steen getrokken. Maar ja, op het moment dat die snelcement op de markt kwam, was dat je van het, hè? Want dan kon je supersnel werken. Maar de gevolgen daarvan, daar werd op dat moment nog niet naar gekeken. Ja, een beetje voortschrijdend inzicht en een heel andere benadering tegenwoordig. Ja. Volgende vraag die binnenliep gaat over de steensoorten. De gizant van Hendrik zelf, in welke steensoort is die precies gemaakt en kreeg die dan dezelfde afwerking als de sarcofaag? Ah, ja. Ja, sorry, dat heb ik niet gezegd. Hendrik is gemaakt uit doornikse steen. Een doornikse steen is eigenlijk een zwarte polijstbare kalksteen. Terwijl het de onderbouw is gemaakt, we hebben geen analyse gedaan, maar we denken een waardemazie of een dergelijk steen wat een echte marmer is. En Hendrik hebben we enkel een lichte reiniging gegeven, omdat hij er goed uitzag. En we ook we gingen niet te gizant, hè, zo het beeldhouwwerk wat je hier ziet, wat inderdaad ook al wat grijzig ziet, gingen we nu niet in een zwarte was zetten.
Het oppervlak van Hendrik is ook gekapt. Als je gaat kijken, dan zie je kapsporen in zijn gewaad. Dat zijn kleine fijnsporen die ook ervoor zorgen dat het oppervlak niet gepolijst is, was. Dus ook nooit zo donkerzwart was. Terwijl dat je kunt zien aan de glans hier aan de rand, dat zijn die inzetstukken van later. En die zijn wel gepolijst en die glanzen wat meer. Maar voor de eerlijkheid van de restauratie hebben we dat dus zo gelaten. Dus we hebben Hendrik alleen maar gereinigd. Ja, dank je. Daarbij aansluitend spring ik naar een volgende vraag. Waar men vroeg of je enig idee hebt van hoe oorspronkelijk de voet van het grafmonument eruit zag. Weten we daar iets meer over? Of hoe dat eventueel geëvolueerd is? Nee, ik denk dat je kunt kijken naar het graf van Mathilde van Boulogne om een vergelijking te maken, maar dat weet ik niet. Ja. Dat is ook eerder een vraag voor een kunsthistoricus, maar wel een goede vraag hoor. Want wij vroegen ons dat ook af, want dit is echt heel strak en modern hoor, in vergelijking. Ja. Met, ja, want het is inderdaad een goed punt dat je maakt. Er zijn zijn echtgenote en dochter. Je geeft een mooi beeld van hoe het wel geweest zal zijn in gelijkaardige context in de kerk. Nu we het toch over de dames in de familie van Hendrik hebben, er was een vraag daarover of er ooit lichamelijke resten van hen zijn gevonden. Ik heb geen flauw idee. Nee, alleszins niet in deze beweging. Ja. En zelf snel nadenkend schiet er mij ook niet meteen iets te binnen dat we daarover zouden weten. Nee. Dus helaas, daar kunnen we voorlopig nog niks over vertellen. Misschien dat er in de archieven wel iets over te vinden is hoor. Maar in het kader van deze restauratie is daar geen onderzoek naar gebeurd. Nee. Je hebt ons verteld, jullie hebben het graf geopend. Daar zijn een aantal onverwachte dingen in gevonden. Daar komt dan een vraag over, nu was het jouw moment om dat te openen en terug dicht te doen. Hebben jullie daar misschien dan nu iets in gestopt? Al was het maar een 2020 equivalent van een glazen cilinder met documentatie over wat je gedaan hebt, of een eigen souvenir of grapje à la Linda was hier. Ja, hebben we. Het blijft onder ons, Linda. Je mag het hier vertellen. Ja, daar heb ik ook niks van. We hebben die 50 cent teruggestopt. Nee, dat is niet waar. Ja. We hebben die in onze zak gestoken, die 50 cent. Maar want in de aankondiging van van deze webinar werd er ook 50 cent vermeld die gevonden is. Maar nee, we hebben in het graf hebben we een tijdscapsule gestoken met onder andere een krant en wat documentatie over onze bevindingen van de restauratie en wat foto's. Ja. Trouwens, dat doen we. Allez, eigenlijk proberen we dat altijd wel te doen, hè, op het moment dat we zo'n kans hebben, want iedereen is altijd heel enthousiast op het moment dat we iets vinden in een graf of achter een monument. En bijvoorbeeld toen ik in het Victoria and Albert Museum werkte, dat was op het moment dat Obama werd verkozen. En dan hebben we een krant met een heel verslag van de verkiezing van Obama achter een van de monumenten gestoken. En ook documentatie van de restauratie en dergelijke. Dus als ze over 25 jaar opnieuw die galerij vernieuwen, dan gaan ze onze documentatie terugvinden. Dat is tof. Dat is fijn, ja. Er liep ondertussen nog een vraag binnen dat er volgens de overlevering mogelijk het grafbeeld de gezant van Hendrik ooit verguld zou zijn geweest. Oeh. Hebben jullie daar iets van aanwijzingen van teruggevonden? Of misschien van vroegere afwerkingslagen? Nee, helemaal niets. Helemaal niets. Maar ik vind dat wel heel interessant. Dus de persoon die deze vraag stelde, die mag ons zeker mailen daarover, want daar wil ik wel meer over weten. Ja. Tijdens de restauratie hebben we echt absoluut niets teruggevonden. Nee. De vraag is anoniem gesteld, maar ik ging sowieso dadelijk nog een e-mailadres meegeven voor mensen die achteraf nog vragen willen stellen. Dus dat geldt bij deze al voor de persoon in kwestie. Daarmee zijn we aan het einde van ons lijstje van vragen dat was binnengelopen. En een klein beetje kijkend naar de klok, gaan we misschien ook gewoon hier de vragenronde beëindigen. Tenzij er nog iets... Aha, de vraagsteller heeft zich bekendgemaakt en is geen onbekende voor ons. Dus daar kunnen we
zeker verder over praten na de lezing. Top. Het is inderdaad een boeiend onderwerp om te kijken naar eventuele afwerkingslagen. Want dingen zijn natuurlijk niet altijd zoals we ze vandaag zien in één kleur of in een bepaalde kleur. En dat is soms het interessante om naar op zoek te gaan. Ja. Iemand had mij ooit eens verteld dat er bijvoorbeeld aan de onderzijde tussen de zuiltjes oude polychromieresten zaten en dat men daarom veronderstelde dat het vroeger voor een stuk geschilderd was misschien, maar dat zijn ook allemaal zaken waar je zonder echte bronnen of historische vermeldingen of gewoon effectief de materiële sporen die jullie vinden, verder weinig concreet over kan zeggen. Ja, inderdaad. En het was ook, er is zo'n fase geweest dat het mode was om alle verflagen te verwijderen. En jammer genoeg waren ze daar soms zeer, zeer grondig in ook. Mm-hmm. Ja. Ja. Goed, dus zoals ik net zei, als iemand na afloop toch nog vragen wil stellen aan Linda of iemand van M, mail ze gerust naar ons algemene e-mailadres. Dat is het makkelijkste om aan jullie mee te geven. Dat is info@mleuven.be. En dan zorgen wij er met veel plezier voor dat de vraag op de juiste plek terechtkomt en dat jullie ook een antwoordje van ons kunnen verwachten. Linda heeft er al kort naar verwezen. Mochten jullie nog meer willen weten over het bijzondere restauratieproject en het bewogen leven van onze Hendrik, kunnen jullie zeker nog eens de podcast Moving Henry opnieuw beluisteren, die je via de M-website terugvindt. En natuurlijk, het praalgraf staat in volle glorie opnieuw te blinken in de Sint-Pieterskerk, zeg maar. Daar kunnen jullie het zelf met eigen ogen gaan bekijken. De kerk is tegenwoordig vrij te bezoeken, maar wil je ook de digitale beleving van het nieuwe kunstparcours in de kerk meenemen, boek dan zeker op voorhand een tijdslot, wat je makkelijk kan doen via de knop tickets op de M-website. Vooraleer we gaan afronden, wil ik graag ook met jullie op de volgende slide ook het programma delen voor de volgende denkvoerlezing, volgende week donderdag op hetzelfde moment. Jullie zien trouwens daar voor de mensen die snel zijn met de smartphone in de aanslag rechtsonder op de slide een QR-code staan die je eventueel nu al kan inscannen om meteen naar de inschrijvingspagina te gaan. Of je ziet ook bovenaan de link staan naar het denkvoertopic op de M-website, waar je ook terecht kan altijd voor het hele programma voor de komende maanden trouwens, dat al is voorzien binnen Denkvoer. De volgende lezing gaat dieper in op het werk van Guy Mees in de Sera-collectie in M. En dan rest mij alleen nog als afsluiter om in eerste instantie jou, Linda, heel hartelijk te bedanken om hier vanavond bij ons te zijn en het boeiende verhaal van de restauratie van Praalgraf van Hendrik met ons te delen. En ik wil ook jullie, onze enthousiaste luisteraars en vraagstellers, heel hartelijk bedanken om de lezing te volgen en ook de vragen te stellen. En we kijken er alvast naar uit om jullie, niet face-to-face nog niet, maar bij een volgende virtuele gelegenheid weer te mogen begroeten. En dan wens ik jullie graag allemaal nog een heel fijne avond en graag tot ziens. Dankjewel.